Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel. Ook dit keer weer vanuit zaal 7. Een iets andere setting dan normaal, want op het moment dat we deze uitzending opnemen, zijn we eigenlijk bezig met de startersdagen en ook de uitzending van de starter van het jaar. Ik hoor nu allemaal geluid op de achtergrond, ik weet niet of dat erg is. Maar in ieder geval, we gaan er een leuke uitzending van maken met weer een aantal gasten hier aan tafel. En de eerste gasten, dat zijn Peter Verstappen en Inge van de Borgt. En ze zijn van BNI Gianti. En BNI is een netwerkclub waarbij de leden elkaars netwerk openstellen om zo ondernemers met elkaar in contact te brengen om weer nieuwe zaken te doen. Nou, zeg ik dat goed? Ja, zegt hij. Dames en heren, Peter en Inge, geef ze even een warm applaus. We zijn klaar. We zijn klaar, ja. Ja goed, ik heb al een klein beetje verteld hoe en wat, maar kunnen jullie daar nog iets dieper op ingaan? BNI, wat doen jullie precies? Hoe doen jullie dat precies? Wij komen elke dinsdagochtend bij elkaar, midden in de nacht. Om 6:45 zijn we in Gijsteren bij de Kei. Ja, dat is midden in de nacht. Ja, dat vind ik wel. en daar hebben we een ontbijtbijeenkomst. En de clue is eigenlijk dat je kort vertelt over je bedrijf, binnen een minuutje. En dat je ook binnen die minuut een concrete zoekvraag stelt, zodat je de kans krijgt om bij een bedrijf een koffietje te gaan drinken en je eigen bedrijf daarvoor te stellen met de achterliggende hoop dat je daar misschien zaken mag doen. Ja, en dat is dus iedere week om 7:00. Met hoeveel mensen zitten jullie daar dan? Ongeveer? Op dit moment zijn we ongeveer met 15 mensen, 15 bedrijven. Dat zijn er ook al in de 20 geweest, dat is te verschillend. En uit verschillende branches. Verder is het ook branche-uniek wat dat betreft, wat we ook zeggen. Dus als er één accountant of een accountant zit, dan is het de bedoeling dat er maar één accountant zit. Dan en komt er geen nieuwe meer bij, nee. Of die andere accountant moet dat goed vinden. Dus het is altijd in overleg. Er is zelfs een lidmaatschapscommissie die bepaalt of je wel of niet aan kunt sluiten. En ook een overleg met al eventueel het zittende lid, zeg maar. En dat is dan dus iedere week één minuut een soort van pitch met een hulpvraag. Ja. Lukt dat iedere week? Dat is geen probleem. Is het niet zo van na een week of vier ben ik wel door mijn pitches heen? Dat zou kunnen, maar op een gegeven moment ga je wat creatiever kijken naar wat je bijvoorbeeld de afgelopen week gedaan hebt. Ja. En wat voor jou misschien vanzelfsprekend is, is voor die andere 20 mensen toch weer nieuws. En door steeds een ander accent te leggen op de activiteiten die je doet, krijgen ze ook een beter beeld van wie je bent en bij wie ze jou zouden kunnen aanbevelen. Ja, en iedere week verdient de beste pitch volgens mij ook een soort van prijs. Hoe zit dat? De gouden microfoon is de gouden microfoon. We hebben een gouden microfoon, Maar is dat, dat is gewoon zo'n wisseltrofee, krijgt iedereen om de beurt? Of moet je daar ook echt je best voor doen? Nee, daar moet je echt voor strijden. En je gaat met de schoudertjes achteruit de deur uit als je met de microfoon vertrekt. En hoe vaak heb jij die schoudertjes achteruit kunnen doen? Dat is de laatste weken tegengevallen. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is jammer. Daarnaast is het zo dat je die microfoon ook weer meeneemt in je dagelijkse werkzaamheden. En dan is er een app waar dat je dus als een soort grapje die microfoon hier en daar laat zien wat die meemaakt die week. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Waar is bijvoorbeeld toen jij die... Hoe vaak heb je hem gewonnen? Ja, dat weet ik niet precies. Ik ben inmiddels 4 jaar lid van BNI, dus ik heb hem wel een paar keer mee mogen nemen. Ja. Maar dan staat hij bijvoorbeeld in een koeienstal of hij staat in de keuken van een restaurant. Laatst was hij met iemand op vakantie mee, dus die microfoon heeft een prima leven. Die heeft een mooi leven, ja. Op school hadden we zeg maar zo'n teddybeer die dan ieder weekend meeging. Ja. Een beetje dat verhaal. Ja. Hoe vaak heb jij hem gewonnen? Ja, ik ben de tel kwijt. Ook de tel kwijt. Een aantal keren, maar ik heb hem ook een keer bijvoorbeeld naar de roets meegenomen. Vond ik ook zeggen, als pielhaas was ik verkleed. Dus ik zat even me helemaal in de sfeer aangepast. Nee, dat doet mij heel erg goed. Ja, dat dacht ik wel. Zijn er ook leden die hem nog nooit hebben gewonnen? Of daar spreken we niet over nu? Nee, daar spreken we niet over. Het credo van jullie is, geven loont. Ja. Kun je daar nog verder op ingaan? Nou goed, heb je het al een beetje uitgelegd. Ja, de gedachtegang erachter is toch, als ik iets voor jou zou doen of voor jouw bedrijf, en jou ergens binnen kan praten op een goede manier, dan gaan we er ook vanuit. Of dan ben je ook eerder geneigd om iets weer voor mij te doen. Dus ik denk dat het geven loont in die zin, dus daarin een heel krachtig verhaal kan zijn. Hebben jullie daar voor jezelf leuke concrete voorbeelden van? Nou, ik heb dit gedaan en dat heeft me dit opgeleverd. Ja, er is een heel leuk voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld een bedrijf wat ICT-diensten levert. Dat is een club vol slimme softwaremannen. Mm-hmm. En die zijn via een houthandel
die ook lid is, bij een bedrijf binnen mogen komen waar ze echt fantastische dingen gedaan hebben. En als je gewoon denkt van ja, wat heeft een houthandel nou te maken met een ICT-bedrijf die ze dan bij een klant van die houthandel voorstelt. Ja, mm-hmm. Dat verzin je niet, maar zo werkt het maar wel. Maar dit gebeurt dus ja. wel. Ja. Ja. Heb jij ook ja. nog zo'n voorbeeld? Misschien voor jezelf? Op een bepaalde manier dan ook, dan kom je inderdaad toch ergens weer binnen waar je anders normaal gesproken nooit binnen zou zijn gekomen. Dat vind ik ook wel de kracht. Ja, wat is voor jou dan de mooiste ingang geweest? Waarvan je denkt, hé, daar was ik anders nooit binnen gekomen. Nou, het was inderdaad ook een behoorlijk bedrijf waar ik een onderzoekje mocht verrichten. Waar als ik daar zelf koud gebeld had, dan had ik daar nooit. Dan was ik daar denk ik al verschillende 20 keer afgewimpeld, zeg maar. Maar op deze manier kom je dan toch binnen. Ja, dat is mooi om te horen. Nou, je zijn op dit moment met 15 ondernemers ongeveer. Stel dat er ondernemers kijken naar dit programma, mm-hmm. of er zitten ondernemers hier in de zaal die denken, nou, ik zie dat ook wel zitten, iedere week om 7 uur lekker aanschuiven. Hoe kunnen ze lid worden of moeten ze gevraagd worden? Hoe werkt nee, dat? Nee hoor, ze zijn van harte welkom en dan kunnen ze contact opnemen met Peter. Ik ben de lidmaatschapscoördinator. Precies. En als ze een bedrijf vertegenwoordigen of zelf een ondernemer zijn die nog niet vertegenwoordigd is bij ons, zijn ze van harte welkom. Ze kunnen zelfs een aantal keren komen ontbijten voordat ze de daadwerkelijke keuze maken om te blijven. Ja, ja, een soort kennismakingssessies. Om te kijken of het wel past. Ja, we hebben een soort van proeflidmaatschap eigenlijk daaraan gekoppeld. Dus dat ze een week of 4 mogen aanschuiven. Om te kijken inderdaad of het jou wel bevalt. Ja. Want het is wel natuurlijk, als je erbij gaat, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zeggen nee, we altijd. Ja, we zitten hier vandaag ook bij de bijeenkomst van de startersdagen. Is het ook voor startende ondernemers interessant om jullie aan te sluiten? Ik denk zeker, heel zeker. Want juist daar, zij krijgen dus een nieuw netwerk daardoor. En als starter ben je toch op zoek, ik ben ook een aantal jaar geleden begonnen, dus dan zoek je toch een netwerk waar je anders. Maar het is voor jullie dan geen probleem dat zij nog een relatief klein netwerk hebben wellicht? Nee, want ook al ben je een startende ondernemer, als het goed is leef je niet op een eiland en heb je contacten om je heen en dan is het sowieso interessant. En wat misschien extra leuk is voor de starters om te weten is dat je ook een behoorlijke persoonlijke groei doormaakt, omdat je ineens daar staat voor een 20-tal ondernemers en je eigen bedrijf moet vertegenwoordigen. En je mag ook zeg maar gedurende 10 minuten af en toe je bedrijf presenteren. Mm-hmm. Nou, en daar leer je enorm veel van. Ja. Ik heb een brutale vraag. Dinsdag 8 mei. Is er dan nog ruimte voor een presentator om aan te schuiven? Nou, dat lijkt me superleuk. Ik denk dat we dan met plezier een bordje extra bijzetten en een broodje extra bakken. Dus van harte welkom 8 mei. Nou, dan hebben we dat bij deze afgesproken. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dank jullie wel. Ja, dank je wel. Dank je wel.